Je Instagram gebruikersnaam is de naam die je ziet bij je Instagram posts. Hier dus. Stel dat je deze gebruikersnaam niet meer goed vindt. Dan hoef je niet een nieuw Instagram account aan te maken. En ook niet helemaal opnieuw te beginnen met volgers te werven. Je kan je gebruikersnaam altijd wijzigen, zolang deze al niet in gebruik is door iemand anders. Hoe kan jij jouw gebruikersnaam wijzigen op Instagram? Ik leg het je uit. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Oome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Dan ben jij de eerste die een berichtje krijgt als ik een nieuw filmpje online zet. Ik laat je twee manieren zien om je gebruikersnaam van Instagram te wijzigen. De eerste is via een computer en de tweede is via je smartphone. Hoe wijzig je jouw gebruikersnaam van Instagram op een computer? Je opent natuurlijk Instagram op je computer en hier zie je je avatar van Instagram. En rechtsboven zie je ook dat mannetje. Klik je hierop, dan zie je hier profiel bewerken. Ik ga één keer terug. Klik je hierop, kom je op dezelfde pagina. Dus klik je op één van beide, dan zie je profiel bewerken. Je klikt op profiel bewerken. Dan zie je hier de naam van je Instagram account. En daaronder zie je de gebruikersnaam. Je kan hier de gebruikersnaam van je account, van je Instagram account wijzigen. De gebruikersnaam is uniek en mag niet door iemand anders al in gebruik zijn. Dus kies een gebruikersnaam die nog niet bestaat. Opgepast, jouw oude gebruikersnaam komt weer vrij als je deze wijzigt. Dus iemand anders kan je oude gebruikersnaam ondertussen inpikken. En jij kan die oude gebruikersnaam op dat moment niet meer gebruiken. Heb je gebruikersnaam gewijzigd? Klik dan hier op verzenden. Dus als ik hierop klik en ik zou iets wijzigen, dan wordt dit blauw. En dan klik je op verzenden en je gebruikersnaam is gewijzigd. Nog iets anders. Je kan ook natuurlijk de naam van jouw Instagram ook wijzigen. En deze hoeft niet uniek te zijn. Hoe wijzig je jouw gebruikersnaam van Instagram op een smartphone? In mijn geval is dat een iPhone. Je opent natuurlijk Instagram. Hier zie je rechtsboven je Instagram avatar. Een paar dagen geleden stond die Instagram avatar nog rechtsonder. Wat je moet doen is op deze Instagram avatar klikken. Deze moet je selecteren. Dat doen we. Hier zie je profiel bewerken. Dat selecteer je. En hier zie je dan op de eerste regel de naam van je Instagram account. En op de tweede regel zie je de gebruikersnaam van je Instagram account. Dus wil je dat wijzigen, ja, dan verander je dat. Ja. En je klikt op klaar. Dus nogmaals, je gebruikersnaam moet uniek zijn en mag niet door iemand anders al in gebruik zijn. Dus kies een gebruikersnaam die nog niet bestaat. En je oude gebruikersnaam komt weer vrij. Dus als je die wijzigt, kan iemand anders deze inpikken. Voilà, heb je jouw gebruikersnaam gewijzigd? Klik dan op klaar en je gebruikersnaam is gewijzigd. Dat is alles, niet moeilijk. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel het filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!